Ik wil natuurlijk die fundering wil ik 20 centimeter breed hebben. En die planken waar ik het van ga maken, die zijn anderhalf breed. Dus die wordt bij elkaar zo drie. Dus ik heb een bakje gemaakt van 23. Kijk, nu ga ik dus zo, bij die fundering ga ik dus nu rond. Zodat ik precies een beetje een soort schraapeffect kan bewerkstelligen met dit ding. Dat straks die gleuf groot genoeg is en breed genoeg is voor om die fundering, om die bekisting erin te zetten. Dus zo schraap ik het gewoon weg. Zodat dit latje er gewoon mooi doorheen past. Nou, ik hou natuurlijk tussendoor nog even in de gaten of ik de juiste diepte heb. En dan zie je dus dat dat niet helemaal het geval is. Dus ik zag meteen dat het ook die goede diepte wordt, weer wordt. Kijk, nu bijna. Ga ik dus die hele geul werk ik bij langs, dat ik het overal goed breed genoeg heb en uiteindelijk ook weer diep genoeg heb. Nou, als ik het helemaal gedaan heb, laat ik het je even weer zien. Wat ik nu ga doen, ik heb nu alles dus... Oh ja, het is wel erg warm, maar goed. Ik ga toch nog even verder. Ik ga nu van deze planken, die... ga ik dus een bekisting maken. En wat ik mee begin is dat ik ze gewoon eerst even aan één kant haaks ga afzagen. Dus dat ga ik eerst even doen. Dat doe ik gewoon met de handzaag. Die kant is heb ik stukjes resthout, stukjes gezaagd. En ik zal je nu laten zien wat ik daar mee kan branden. Want ik zal op het einde zet ik zo'n blokje. En die schroef ik even vast. Dat doe ik ook aan de andere kant. Ik zie dat hier wat schroeven in zitten, dus die haal ik nog even uit. En dat doe ik in het midden. Dan ga je straks uitleggen waarom ik dat doe. Kijk, dan heb ik dus daar een blokje, hier een blokje en daar een blokje.
Zal ik even een aantal planken gaan klaarmaken? En dan laat ik het zo even nog verder gaan. Nou, ik heb nu vanaf hier gezien de linkerkant. Heb ik overal die planken van buiten. Je snapt dus waarschijnlijk al wel wat, hoe ik het ga doen. Maar ik ga nu nog even wat van die planken maken. En dan ga ik er weer mee verder. Nou, ik had zo zijn natuurlijk een stukje hout gepakt. Om die maat te bepalen. En dat betekent gewoon dat ik nu hiervan ook de maat. Dat ik ze gewoon op deze manier erop kan zetten. Ik heb een stukje pellethout. Heb ik dezelfde lengte heb ik gezaagd. Dus die ga ik nu. Nu vastschroeven. En dat is ook de reden dat ik die blokjes erop heb gezet, want dan kan ik daar niet schroeven. Kijk, het is natuurlijk gewoon maar een stukje bekisting. Voor mijn beton. Maar uiteindelijk wil je wel natuurlijk dat het er een beetje fatsoenlijk bij staat. Dus dan schroef ik hem vast. Kijk, op deze manier. Dan ga ik weer een stapje verder. Repareer ik weer eentje. En dan zorg ik dat hij weer gelijk staat met die rand. Zelfs gewoon een beetje spanning opdrukken, want ik weet gewoon dat deze latjes net zo breed zijn als die. Zo, dan stap je waarschijnlijk wel hoe ik verder ga, dus zo maak ik de rest ook allemaal. En als ik het klaar heb, laat ik het je even weer zien. Ik had natuurlijk wat problemen met het geluid en ik ben even weer op zoek gegaan, want kijk, ik heb nu deze. En ik heb toch even iets aangepast, dus ik weet niet of het nu anders is, maar goed. Maar nu weet je in ieder geval dat ik die stuk veranderd. En ik heb natuurlijk die kabel, en een paar mensen hebben al gezegd van doe maar een plastic buis. Nou, heb ik nu hier. En wat ik nu ga doen, ik ga er een kapje afzagen. Nou, daar ben ik eerlijk gezegd wel tevreden over. Kijk, want ik heb dus nu deze en deze. Die past dan, die krijg ik hier wel weer. Die past hier wel weer mooi op natuurlijk. En ga ik even een stukje draad zoeken waar ik het mee vast kan zetten. En dan gaan we buiten verder. Nou, ik heb inmiddels alles heb ik erin. En ook aan de andere kant van de deur. De hoeken liggen allemaal haaks. En het ligt ook allemaal. Redelijk goed waterpas, want dat vond ik ook nog wel even belangrijk. Ik had nog een tip gekregen om plastic onderin te leggen met wat gaatjes erin. En ik begrijp nu ook waarom. Het is wel belangrijk dat je natuurlijk zorgt dat het beton niet te snel gaat drogen. In die zin dat als ik het gewoon hier op dat zand doe, dan zuigt dat zand natuurlijk het water er allemaal uit. Dus ik ga zorgen dat er nog even een stukje plastic ligt. En ja, we gaan nou even zorgen voor die kabel. Ja, mijn gedachte was of dit helemaal goed gaat. Wellicht had ik dat beter eerst. Die zit erom. Ja, die zit er ook om. Kijk, en dan kan daarop. En dan loopt die kabel toch mooi door een koker heen. Ik ga even het ijzerdraad pakken. Kijk, op die manier probeer ik dat de klem op te leggen. Even kijken of dat bedoeld zoals ik het bedacht had. Ja, zie ik al.
Zo, nou, dan hebben we op zoek naar plastic en dan gaan we weer verder. Ik heb van een stuk oud landbouwplastic heb ik allemaal stroken geknipt van 20 centimeter. En dat stop ik er gewoon zo in. En dan straks met mijn vriend ga ik de gaatjes in prikken. Dan heb ik gewoon een bekje. In ieder geval de eerste verdampte van het water wat tegenhoudt. Nou, zo ga ik het bij de rest ook allemaal even doen. En dan kan het betonijzer erin. Ik had een beetje een ideetje, want hier komt natuurlijk die achterdeur te staan. En zo aan de andere kant de voordeur. En ik heb even een mal gemaakt. Die ik hier gewoon zo op kan schuiven. En wat is de bedoeling? In eerste instantie dacht ik van... ik giet die fundering erin en dan metsel ik met stenen, metsel ik daar weer bovenop. Maar dan moet die deur komen te staan. En toen dacht ik bij mezelf, van, misschien is het veel steviger als ik gewoon een mal maak, het volgiet met beton, wat aansluiting maakt op de fundering. Ik hoop dat ik met dat ijzer wat verbinding kan maken tussen die twee. En als ik het in één keer giet, dan is het één geheel. Dus volgens mij is dat veel steviger. Als dat ik hem op stenen laat staan. Maar ik ga nou zo'nzelfde soort mal ook even maken. Kijk, want het stelt eigenlijk niet zoveel voor. Zoals je kunt zien. En ik ga nu ook zo'n vergelijkbare mal ga ik nu maken voor mijn voordeur. En dan kan de ijzerwerk erin. Nou, dan had ik een advies bij Hornbach gekregen om, als ik betonijzer gebruik, steen te leggen zodat het ongeveer in het midden komt van waar ik het hebben wil. En omdat ik natuurlijk een beetje beperkt ben met de hoeveelheid betonijzer wat ik heb, zal ik in ieder geval denken, ik wil de hoeken in ieder geval goed versterkt hebben. Ik wil onder die dorpels komen, wil ik goed versterkt hebben. En dan ga ik even kijken hoe ik dat ga organiseren. Dus ik ga het even neerleggen en laat ik het je zo even zien. Nou, ik heb nu overal wat stenen ondergelegd zodat het allemaal wat verhoogd ligt, zoals je ziet. En ik heb daar geprobeerd om een hele mat in te zetten, voor zover ik dat had. Met die spijker er allemaal door, maar dat heb ik ook bij het andere gedeelte gedaan. Kijk, hier heb ik dat op dezelfde manier gedaan. En, dus alles ligt nou wat hoger. Ja, nu ga ik het... Nu kan ik het beton gaan mengen en dan kan het kant erbij. Nou, het is vandaag zondag en ik had gewoon gisteren het beton gestopt, maar omdat gisteren continu heeft geregend. Ja, lukt dat natuurlijk niet, want ik heb wat dingen zelf opgezocht. En daar hebben we ook wat vragen over, want ik heb begrepen dat beton ongeveer 28 dagen, dan is het helemaal doorgehard. En ik heb nog een paar andere vragen, maar die zet ik allemaal onder het filmpje, dan kun je het zien. En als iemand dat weet, moet je die vragen even gaan beantwoorden, heel graag. Nou, ik heb gedacht van ik doe het in de Speciekuip, maar ik denk niet dat dat handig is, dus ik heb mijn kruiwagen daar neergezet. Die doek erbij. Deze verkocht bij de Hornbach. 3,5 liter zak en 2,3 liter moet er aan water in. Ik heb 2,3 liter in deze emmer gedaan. En het is de eerste keer dat ik met beton werk, dus ik heb niet een idee wat ik het beste kan doen. Yes.
Ik ga nog één keer op de zak kijken, want ik heb het idee dat het heel erg droog is. Maar even kijken nog. Aanmaakwater 2,3 liter. Nou. Kijk, ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar ik heb het idee dat dat gewoon veel te droog is. Maar misschien. Nou, eens even kijken. Kijk eens, het zal wel aan mij liggen, maar volgens mij is het veel te droog. Ik doe er toch een beetje water bij. 200 gram water erbij. Ik snap er helemaal niks van. Even kijken. Ja, je moet dus, hier staat dus op betonmotor met 2,3 schoon leidingwater mengen, mechanisch mengen tot er een plastische homogene betonspecie ontstaat. Mengtijd is afhankelijk van de kerk. Nou, Het is wel homogeen, maar moet het zo erop zijn. Ik heb het idee dat als ik het zie uit zo'n betonauto, dat het veel natter is. Kijk. Nou, ik doe er nog 200 van water bij. Ik vertrouw het niet op deze manier. Want de grap is ook dat op die zakken cement die ik heb gehaald, staat dat er 3,1 liter bij moet. Dus ik zit nu op 2,9. Ja, is dit nou de consistentie? Kijk, als ik nu kijk, dan heb ik het gevoel van wel. Ik ga het ook nu. Nou, eens even kijken.
gaat op deze manier ga ik het verder volstorten. En dan hoop ik maar dat ik het goed doe. Ik weet ook niet wat het gevolg is als het te nat is. Maar op deze manier ga ik het allemaal even erin gieten. Nou, er zat er iets meer werk in dan ik verwacht had. Ik ben even kijken hoe lang ik iets mee bezig geweest. Ja, ik ben er toch bijna 2 uur mee bezig geweest, maar ja, het is ook de eerste keer dat ik zoiets doe. Ik zal het even laten zien. Ik hoop natuurlijk dat ik alles een beetje goed gedaan heb. En kijk, ik heb hem helemaal rondom staan. Maar de grote vraag is natuurlijk, kijk, ik weet dat het 28 dagen nodig heeft om helemaal hard te worden. Dat heb ik gelezen op internet. En ik heb ook gelezen dat je tussen de 2 en de 3 dagen moet wachten voordat je ermee verder kunt. Wat betekent nou dat je ermee verder kunt? Dat je dan de bekisting weg kunt halen. En dat ik dan ook kan beginnen met het metselen van die stenen erop. En als ik die stenen erop heb gemetseld, kan ik dan meteen de grond weer bijstorten. En met die tegels verder gaan, zodat het allemaal weer gelijk is. Of, kijk, dat is dus het probleem. Dat soort dingen weet ik gewoon nog niet goed. En ik hoop dat er iemand van jullie me daar wat over kan vertellen. Maar deze vragen schrijf ik onder andere even allemaal op. En dan noem ik ze vraag 1, vraag 2, vraag 3, vraag 4. Dus als je een van die vragen, en ik weet niet hoeveel vragen ik heb gesteld trouwens. Als je een van die vragen kunt beantwoorden, dan moet je er even bij zeggen. Antwoord op vraag, antwoord op vraag, antwoord op vraag, bla bla bla. Snap je wel? En, ik hoop dat ik iemand weer heb kunnen laten zien hoe ik het in ieder geval gedaan heb. En als jullie vinden dat ik het niet goed heb gedaan, schrijf het er rustig bij. Want daar kan ook de volgende weer wat van leren. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zou zeggen, tot binnenkort. Want we gaan weer vrolijk verder met deze bijkeuken.